Te starten. Van harte welkom allemaal bij het alweer zesde webinar van Open dit jaar. Wij gaan vandaag niet in breakout rooms, in tegenstelling tot de voorgaande webinars, maar we hebben een aantal gastsprekers voor jullie. En Martijn, als je voor mij de agenda naar voren kunt toveren. We gaan vooral focussen op de ZAL en op de ervaringstesten met de PGO's. En bij beide onderwerpen zullen we een collega projectleider ook aan het woord laten om de ervaringen die hij of zij heeft opgedaan met jullie te delen. En ook Metbij komt weer aan het woord om wat generieke feedback te geven vanuit de afgelopen weken die we hebben opgedaan. Nou, zoals gewoonlijk, als jullie vragen hebben, stel ze vooral in de chat. Anneke die houdt de chat in de gaten. We proberen zoveel mogelijk vragen tijdens het webinar te beantwoorden. Maar nou, zoals jullie gewend zijn, als dat niet lukt, komen we daar later zeker op terug. En Martijn, ik geef jou graag het woord om met de ZAL te starten. Yes, dankjewel Hans. Als jullie ongetwijfeld hebben gezien, is er vorige week een nieuwe beleidsregel gepubliceerd. We zijn heel blij met deze nieuwe beleidsregel. En de belangrijkste wijziging... Sorry, ik hoor heel veel achtergrondgeluid misschien. Ja, als de mensen op mute zouden willen zetten, dan dankjewel. Yes, dankjewel. Ja, zoals ik dus zei, vorige week een nieuwe beleidsregel. In de beleidsregel is de deadline voor de regionale coalities veranderd. Waar die eerst 1 juli was, 2021, waarop tenminste 95% van de deelnemende praktijken op de ZAL moeten staan, is dat nu uiterlijk 31 augustus 2021 geworden. We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS. En jullie meldingen hebben een belangrijke rol gespeeld, dus nog dank daarvoor. En we hebben deze aanpassing gedaan, omdat ook de leveranciers bepaalde vertraging hebben opgelopen. Dus die hebben ook 2 maanden uitstel gekregen. En diezelfde 2 maanden zijn nu doorverwerkt en vertaald in de nieuwe deadline voor de regionale coalities. Het ministerie ziet ook dat de regionale coalities een grote inzet hebben geleverd om het maximale resultaat te behalen. En daar is zeker waardering voor. Dus wat dat betreft complimenten vanuit het ministerie. En als laatste is ook goed om te weten, met deze nieuwe beleidsregel is eigenlijk ook een reactie gegeven op de meldingen die door jullie zijn gedaan. Dus daarop gaat in principe geen nieuwe of individuele reactie vanuit DUSI komen. Maar het is ook voor jullie niet meer nodig om nog een keer te laten weten of je wel of niet de eerste deadline van 1 juli zou halen. Dus dat is in 1 keer klaar. Daar is niks verder nodig. En misschien is het goed als Bart nu iets kan vertellen over waar we nu staan. Ja, dankjewel Martijn. Dat doe ik graag aan de hand van het volgende plaatje. Want ondertussen zijn we natuurlijk best wel heel goed op weg. Op dit moment staan er een dikke 2000 praktijken op de ZAL. Op de zorgaanbiederslijst van Met Mij. En counting zou ik daarbij willen zeggen, want er komen er iedere week een paar honderd bij. We weten bijvoorbeeld van LSP Plus, die zijn ook als eerste begonnen, dat die nog maar ongeveer 200 praktijken te gaan hebben, waarvan ze nog niks gehoord hebben. Dus dat is echt een heel erg overzienbaar aantal. En we zijn ook aan het kijken of we samen met VZWZ of ook echt kunnen identificeren welke praktijken dat gaat, zodat eventueel daar gericht actie op kan worden ondernomen door jullie. Dus als we dat soort overzichten hebben, dan gaan we die zeker delen via de bekende kanalen op Via Desk. Je zult je misschien afvragen, hoe komt het dat die onderste 3 leveranciers nog op 0 staan? En dat heeft te maken met het feit dat CGM, Daedalus en Tetrahis, die hebben hun eigen DVZ aangebouwd en daarmee gaan ze ook meteen aansluiten op TVS en DigiD. Dat loopt via Dictu en dat proces dat is nu net opgestart. Gelukkig garandeert Dictu wel dat ze zodra een leverancier een praktijk aanmeldt, dat ze die binnen 5 dagen die koppeling tot stand kunnen brengen. Dus wij verwachten eerlijk gezegd dat de komende weken vanuit die 3 leveranciers in 1 klap heel veel praktijken op de ZAL zullen worden aangemeld. Want we weten dat zij al die leveranciers hebben al een flinke stapel ingevulde verwerkersovereenkomsten op de plank leggen. Bart is bevroren. Dat lijkt wat te bevriezen, inderdaad. Ik denk dat je door kan naar de volgende slide, Martijn, in ieder geval. Ja.
En dan hoop ik dat Bart snel weer ontdooit. Dan zouden we gaan zitten. Dat was de afspraak. Om het uit te spreken wat we willen, hoe en dat we dat samen zouden opvatten. Ja. Ja, daar werd weer iemand dus al opgepraat. Ja, precies. Er is een vraag van Iris. Misschien, Martijn, kan jij daar iets over roepen wellicht? Sorry, staat die vraag in de chat? Of ik had hem nog niet gezien? Ja. In de tussentijd. Of het, zeg maar, de diversiteit van CGM conflicteert met de portalen. En eerst kan je iets toelichten? Wat bedoel je daar precies mee? Nee, dat doet hij. Dat heeft CGM zelf al gemeld. Mm-hmm. Dat er iets aan de hand is, waardoor de portalen nu niet meer goed werken. Maar ik had dan echt zoiets van... Ja, en nu? Oké, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit nu voor het eerst hoor. Ik neem meteen aan dat als CGM dat heeft bevestigd dat dat een probleem is. Dus ik ga ervan uit, aangezien we een heel kort lijntje hebben met CGM, dat het via Bart loopt, dat we daar met hen het contact over zullen opnemen en ervoor zullen zorgen dat ze in ieder geval aangeven op welke termijn ze hier welke vervolgstap voorzien. Mijn reactie zou precies hetzelfde zijn, inderdaad. Oké. En nu? Ja, of wat is er nou precies aan de hand, weet je? Wat heeft dit voor consequenties? Ja, precies. Even kijken. Goedemiddag, ik ben er weer. Er is hier gedoe met het netwerk op de Domus. En ik werd er opeens uitgeknikt. Welkom terug, Bart. Ja, dankjewel. Ik neem aan dat jullie ondertussen gewoon door zijn gegaan. Zijn deze punten al besproken of moet ik hier nog iets over vertellen? Nee, dit moet je nog even bespreken, maar er was ook een vraag van Iris Vastenau in de chat. Mm-hmm. En de vraag gaat over de CGM en dat de DVSA conflicteert met de portalen. Dat is verteld als zijnde dat dat een euvel is. En de vraag is, en nu? Wat is het vervolg hierop? Ja, nou, dat is nieuw voor mij. Tenminste, dat CGM af en toe aandacht behoeft, dat is natuurlijk helemaal niet nieuw. Maar dit laatste dan weer wel. Maar... Ja, we zijn op hele korte lijntjes met CGM, zowel vanuit OPA als vanuit Legio. En Iris, als je even, mocht het nodig zijn om even nog wat meer details aan ons door te geven, doe dat alsjeblieft en dan gaan we daar snel mee aan de slag. Prima. Dan nu even wat betreft deze aandachtspunten. Nou, het goede nieuws is dat we inmiddels goede lijntjes met het CIBG ook hebben en nu weer regelmatige overzichten krijgen van hoe ver het daar staat. En van de pak een beet 600 ontbrekende praktijken met nog geen OESI-registratie zijn er inmiddels 285 nieuwe inschrijvingen. Dus grofweg de helft lijkt te zijn opgelost. Er zijn wat praktijken die niet bereikt zijn, die wel geïnformeerd zijn, maar nog geen actie hebben ondernomen. We hebben net vanochtend weer een nieuw overzicht gekregen en daar is Wouter, as we speak, mee aan de gang. Wouter, onze datamanager, om te kijken of we inderdaad die praktijken ook hier weer per regio kunnen identificeren. En we merken ook dat we op het moment dat we dat goed in beeld hebben, dat we ook de doorlooptijd bij het CIBG, want ik zag wat vragen in de chat binnenkomen, dat we de doorlooptijd bij het CIBG aanzienlijk kunnen bekorten. Zo was er bijvoorbeeld een 19 praktijken van de SAG, de Gezondheidsstichting, Amsterdamse Gezondheidscentra, die, als ik het goed heb begrepen, nu versneld door de CIBG-procedure zijn geholpen met wat duwen en trekken aan de goede kant. Dat is denk ik goed nieuws. Maar daarvoor is het vooral belangrijk dat we ook weten om welke praktijk het nou precies gaat. En dat heeft heel lang geduurd voordat we dat scherp kregen. Dat gaat steeds beter. Dus het beeld is dat het toch dat het nog maar om een heel beperkt aantal praktijken gaat. Als het in jouw regio afwijkt, laat het ons alsjeblieft weten. Want nogmaals, we hebben nu de kanalen om daarmee aan de slag te kunnen. Nou, wat betreft de TVS en de DigiD-aansluiting via Logius,
sorry, via Dictu. Daar hebben we het al even over gehad. Dat proces loopt. We zijn met alle drie de leveranciers die daarmee bezig zijn ook in gesprek om hun planning los te krijgen om te horen wat ze precies wanneer gaan aansluiten. Maar de verwachting is dus dat dat voor eind augustus wel gaat lukken. Dan is er nog een bijzondere groep, dat noemen wij de LSP-gemoedsbezwaarden. Ook dat is nog maar een relatief kleine groep, maar vaak wel een groep die zich behoorlijk roert, van een paar honderd praktijken in Nederland die nog niet op LSP zitten. In het geval dat die praktijken gebruik maken van LSP plus als DVZA, dan moeten ze ook gebruik maken van de infrastructuur van LSP. Daar rekenen de HIS-leveranciers kosten voor van ongeveer 2000 euro. Daar is een kostenvergoeding voor van ongeveer een vergelijkbaar bedrag. Maar daar heb je alleen maar recht op als je LSP ook gaat gebruiken voor andere dingen dan alleen de DVZA. En dat willen die praktijken nou juist niet. Wij zijn met ZIN in gesprek, Zorgverzekeraars Nederland in gesprek, om daar een oplossing voor te vinden. En onze vraag is eigenlijk of we niet kunnen regelen dat die kostenvergoeding wel betaald wordt, ook als je alleen maar gebruik maakt van LSP plus voor de DVZA. Nou, daar zijn we mee bezig. Zodra we daar resultaat boeken, dan laten we dat uiteraard weten. De echte diehard gemoedsbezwaarden zullen we daar misschien ook niet mee over de streep trekken, maar misschien dat er wel voor een aantal praktijken dat net de reden is om toch mee te blijven doen. Goed, tot zover de bijzondere aandachtspunten. Algemeen beeld is eigenlijk, het gaat steeds beter. En in sommige regio's is het beeld, het gaat hartstikke goed. We hebben een scoop. Sinds gisteren is de eerste regio die de deadline gehaald heeft bekend. Dat is Zoetermeer. Die staan op 95% registraties op de ZAL. Gefeliciteerd daarmee. Ze worden op de hielen gezeten. Kijk, is er niet vandaag. Ze worden op de hielen gezeten door een aantal regio's die bijna op 95% zitten. En een van die regio's is de regio Zaanstreek-Waterland. Die zie je nu in beeld. Dat is de regio van Bas Bomers. En die heeft, die verdient ook wel een extra pluim, want dat is een echte multi-HIS-regio. Hè. Kijk, als je maar één HIS hebt, zoals Zoetermeer, dan is het natuurlijk wel even een stukje makkelijker om al je praktijken op de zaal te zetten. Maar Bas heeft ze bijna allemaal, geloof ik, Bas. En die gaat ons wat vertellen over wat zijn geheim is, wat zijn aanpak is, hoe die tot inmiddels 80% deelname is gekomen. En Bas, staat je microfoon aan? Ja, die staat aan. Dus als het goed is ben ik te horen. Ja, hoe is het jou gelukt, Bas, om nu op 80% te komen? Ja, hoe is het mij gelukt? Nou, ik heb er ook even over na moeten denken van ja, wat hebben we nou eigenlijk precies gedaan om dit te bereiken? En dat begon eigenlijk bij ons met heel vroeg communiceren. We hebben in december al een aantal webinars georganiseerd om de praktijken bij ons mee te nemen in wat er op hen af zou komen voor het aansluiten van de DVZA. Dat was dus aan de ene kant misschien een beetje te vroeg, want niet alle informatie was bekend. Maar de praktijken werden daardoor al wel geactiveerd. We hebben die boodschap eigenlijk steeds herhaald. Elke maand kwam dat terug in de nieuwsbrief. En wisten praktijken ook precies wat ze wanneer moesten doen. Het klopt inderdaad dat wij een multi-HIS-regio zijn. We hebben 1/3 Medicom, de helft hebben we ProMedico. En dan hebben we nog 3 Omni-HIS, 9 Micro-HIS. Ik spreek even op mijn lijstje hoor. En 1 verdwaalde CGM-praktijk. En we hebben gefocust op de grote blokken. Dus Medicom en ProMedico met name. En Omni-HIS neem je dan mee dat dat ook LSP Plus is. En daarmee maak je het in ieder geval een stukje overzichtelijker voor jezelf. Als het gaat om de praktijken die dan bij ons ook nog niet aangesloten zijn. Dat zijn de micro-HIS praktijken en de CGM praktijk. En we hebben nog een of twee Medicom en ProMedico praktijken die nog wat moeten doen. We hebben ook vooral niet gewacht tot informatie naar ons toe kwam. Die zijn we continu gaan ophalen. Soms ook op zeer ambachtelijke wijze in het UCI-zoekformulier aan de slag. Daar hebben we alle praktijken doorheen gehaald om te kijken hoe ze ervoor staan.
En vanaf 1 juli hebben ze helemaal gek gebeld. Alle praktijken die nog niet op de zaal stonden, die hebben we elke week gebeld. Totdat de doktersassistenten je bij de voornaam kennen en precies weten waarvoor je belt. Dat heeft uiteindelijk wel geholpen. En sommige praktijken moet je dan ook echt aan het handje meenemen. Dus je hebt met bijvoorbeeld een Zoom-meeting gezegd van nu moet je muis naar rechterbovenhoek doen, et cetera. Ja, dus veel toch wel behoorlijk wat één-op-één contact met praktijken, hoor ik jou zeggen. Ja. En ook, want ook wij hebben best wel moeite moeten doen om zicht te krijgen hoe zit het nou precies met die OECD-registratie en wie wel en wie niet. En je zegt eigenlijk van dat was bij ons ook gewoon één-op-één al die praktijken door checken op hun OECD-registratie. Ja. Ja. Ja, klopt. Oké, dankjewel. Heb je daar nog HIS-leveranciers bij ingeschakeld? Wat is jouw ervaring daarmee, zeg maar? Want ik kan me voorstellen, we hebben natuurlijk ook een paar keer geroepen van neem contact op met je leverancier. Hoe verliep dat in jouw regio? Nou, ik moet zeggen dat afgezien van Pharmapartners en Hink, hebben de andere leveranciers het echt volledig laten afweten. Telkens als je om informatie vroeg, dan kreeg je niks of het komt eraan en dan kwam er niks. Mm-hmm. Dus daar hebben we 3 keer niks aan gehad. Dus even het heel eerlijk en transparant deel. Ja, eerlijk antwoord. En Pharmapartners en Hink, kun je van alles van zeggen, maar ik denk dat ze in hun klantcontacten, dat bevestig jij eigenlijk ook wel, dat ze in ieder geval actief zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en je moet nog een klein stukje richting 95%. Heb je daar nog bijzonderheden of aandachtspunten voor? Die laatste paar praktijken, dat is met name dus, zoals ik al zei, MicroHIS en CGM, waarvan dus ongeveer 5 van de 9 MicroHIS, die hebben al wel de vinkjes gezet en de overeenkomst teruggestuurd. Dus dat is gewoon in het proces. De praktijken hebben daar hun verplichting uitgevoerd. Mm-hmm. En die andere paar, dat is ook even een kwestie van die even persoonlijk er doorheen helpen. En we hebben 1 probleemgeval die host het HIS nog onder het bureau, zeg maar. Mm-hmm. Dat is onze laatste 5% in ieder geval. Die zitten in die categorie. Mm-hmm. Waar we nog echt heel veel aandacht aan zullen moeten geven. Ja, oké. Maar je bevestigt eigenlijk ook hier het beeld dat ook bij de leveranciers die nog niet op de zaal staan of die nog geen praktijk op de zaal kunnen laten zien, dat daar het proces wel begonnen is, zoals bij MicroHIS. Ja. 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 Hè, dus in principe zie je dat je aan de praktijkkant alles al kan doen. Maar goed, de leveranciers moeten natuurlijk wel het trucje afmaken, want anders dan sta je nog steeds niet op de zaal. Ja, nee, klopt. Dankjewel Bas voor dit inzicht en voor het delen van deze ervaringen. Anneke, zijn er op dit moment naar aanleiding van deze ervaringen van Bas nog vragen in de chat die we nu even kunnen bespreken? Nou, meer misschien even Wanda vertelt dat ze ook veel rondbellen, maar dat ze echt wel merken dat er praktijken het gewoon druk hebben. En Angeline heeft nog een leuke vraag. Of Bas nog een beetje uitkomt met de begrote uren. Ja, dus... Daar kom ik eigenlijk wel redelijk mee uit. Deze maand juni, waarin we de praktijken... Ik doe dat niet alleen, ik doe dat samen met een projectondersteuner van de zorggroep zelf. En die heeft daar flink aandeel in. En dan maken we deze maand meer uren. Maar het begin van het jaar hebben we duidelijk wat minder uren gemaakt, omdat we in de wachtstand stonden. Dus over de hele looptijd komen we uit met de uren. En we hebben 93 praktijken. Ik zag dat het ook een vraag was in de chat. Ja. Nou, dit kaartje, dat was natuurlijk toen we dit voor het eerst publiceerden, was dit nog diep rood. En we zien het nu op steeds meer plekken oranje, geel of groen worden. Dus het gaat gelukkig ook landelijk nu echt de goede kant op.
Dan kan hij door naar de volgende. Bart, mag ik jou nog even één vraag stellen? Die misschien iets te specifiek is voor nu, maar kijken even of we daar tijd voor hebben. Omdat Tina die vraagt dat Hink die en Pharma Partners geven nu aan dat de activatie, moeilijk woord, PGO een zorgverlenersportaal doen, terwijl ze nog aan het testen zijn. Ja, kun je daar iets over zeggen of parkeren we deze even? Nou ja, wat we zien is dat er natuurlijk in het wild, zoals je het zou kunnen omschrijven, al wel mensen zijn die een PGO hebben. Hè? In principe zijn de PGO's met de MyLabel, die kun je gewoon downloaden. In ieder geval voor een flink aantal. En praktijken die op de zaal staan, die kunnen in een aantal gevallen ook al gevonden worden. En dan zie je dat daar soms mensen dat gewoon gaan proberen. Dat kunnen we niet tegenhouden, dat is één. Het tweede is dat het soms dan ook spontaan gewoon lukt. Dat is natuurlijk positief nieuws. Hè? Dus ik krijg af en toe appjes van enthousiaste PGO-leveranciers die dan roepen, wow, het is weer gelukt ergens. Het probleem is natuurlijk als het niet lukt, hè, van waar gaan mensen dan naartoe? Gaan ze dan bij de huisarts vragen van waarom doet hij het niet? Of bij de leverancier? Ik weet dat Medicom heeft in het HIS een vinkje wat je aan moet zetten om toegang te activeren. En ik weet ook dat daar ook een vinkje naast staat waarin je specifiek IVIDO kunt activeren. Nou, dat is natuurlijk, om dat woord maar weer eens te noemen, koppelverkopen. Maar goed, ook dat is lastig tegen te houden. Maar wat dat oplevert is dat je soms ziet dat je wel op de zaal staat, maar als je het vinkje nog niet hebt aangezet, dat je dan toch niet, dat het dan toch niet werkt voor Medicom gebruikers. Dus dat is wel een aandachtspunt. Dat op het moment dat je als Medicom praktijk ook daadwerkelijk wil dat je patiënten met een PGO bij hun gegevens kunnen, dan moet je wel dat vinkje aanzetten. Dat is misschien nog wel een punt van aandacht ook om vanuit de regio's met veel Medicommers eventjes aandacht aan te besteden. Ja, en wij zullen ook, we hadden het al eerder over dat we ook binnenkort op Viadesk een overzicht zullen plaatsen van welke acties bij welke HIS gedaan moeten worden. Ja. Want de een moet je een vinkje aanzetten, de ander gaat het zomaar. Dus daar zullen we binnenkort gaan we dat bij de leverancier specifiek uitvragen. En dan zullen we dat nog even met jullie delen. Klopt, zijn we mee bezig. Goed, dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp, waar een aantal van jullie ook al in de praktijk mee te maken hebben. Onder andere Marloes Sonderen. En die gaat daar zo ook iets over vertellen. En als er nog meer projectleiders zijn die al in de praktijk daar ervaring mee hebben, dan val gerust bij. Welkom Marloes. Goedemiddag. Goedemiddag. Want waarom doen we dit nu eigenlijk, die ervaringstest PGO? Hè? Is dat nou iets wat we vooral voor een ander aan doen zijn of hebben we er zelf ook wat aan? Op zich is het idee toch dat je door ervaring opdoen met PGO's, dat je ook beter gaat snappen hoe het werkt. Hè? Dus dat het dan echt van praten over PGO's naar werken met PGO's, dat je die stap ook daadwerkelijk zelf kunt meemaken. Daarmee denk ik dat je de praktijken in jouw regio een hele grote dienst bewijst. Je effent de weg voor de praktijken in jouw regio's om met PGO's aan de slag te gaan. Haalt wat drempels, voetangels en klemmen voor ze weg. En uiteindelijk maak je natuurlijk daarmee ook met mij en de PGO-leveranciers heel erg blij. Ik zei net al dat ik af en toe blije appjes van een PGO-leverancier krijg als het ergens gelukt is. En of met mij blij is, dat gaan we straks van met mij zelf horen. Want Bastiaan van met mij en Pascale, die zijn hier aanwezig. Die gaan ze ook iets vertellen. Maar nu eerst wil ik graag het woord geven aan Marloes. En dan kan hij naar het volgende plaatje. Want jij hebt afgelopen dinsdag, als ik me niet vergis, een eerste ervaring opgedaan met het testen van Drimpy via de Devensta LSP Plus en het HIS Promedico. En dan zie je eigenlijk het schema zoals met mij dat achter het bureau ooit gemaakt heeft. Dat heb jij in de praktijk uitgetest. En ik ben wel heel benieuwd, is dat gelukt en hoe is dat gegaan? Ik heb dat inderdaad getest. Hoe is dat gegaan? Een beetje met hobbels. Ik ben zelf eerst gaan kijken of ik Drimpy kon vinden, installeren.
En daar liep ik eigenlijk meteen tegen de eerste hobbel aan. Want als je zoekt op PGO, Drimpy, gewoon op Google, dan kom je op hun algemene site en daar kun je een account aanmaken. Dus daar ben ik gewoon mee begonnen. En dan moet je best wel veel informatie invullen. En vervolgens kwam ik daar eigenlijk niet verder. Dus ik ben met de helpdesk van Drimpy gaan bellen waarom dit niet lukte. En toen vertelde ze mij dat ik naar my.drimpy.com moest gaan om daar een account aan te maken. Dat vind je nergens terug. En ik heb ook gevraagd van, goh, blijft dit dan naast elkaar bestaan op die sites? Of wanneer wordt het wel juist gecommuniceerd? Of wanneer vervalt in ieder geval de mogelijkheid om een account aan te maken op dat drimpy.com? Nou, dat wisten ze niet te vertellen. Dus dit blijft voorlopig naast elkaar bestaan en dat is al heel verwarrend. Ja, met mij letten jullie op, iets voor de volgende testdag. Jazeker. Vervolgens heb ik op de juiste site heb ik een account kunnen aanmaken. Dat ging best oké. Okay. Je moet wel even handig zijn met je DigiD en snappen wat je allemaal moet doen. Anders kom je hier niet doorheen als je dat niet al hebt geïnstalleerd op je telefoon. Mm-hmm. Maar het account aanmaken is gelukt. En ik kon ook de huisarts vinden. Dus dat begin, dat ging goed. En vervolgens ben ik gaan proberen de gegevens te koppelen. Het lastige vind ik daarbij dat je dan moet kiezen tussen huisartsgegevens en documenten. En die twee, dat moet je los van elkaar eigenlijk bevragen. Maar daar hield bij mij het proces op. Want er werd wel contact gemaakt, maar ik heb nooit er zijn geen gegevens beschikbaar. Die zijn niet bij mij in mijn account gekomen. En zowel van de huisartsgegevens als de documenten, ja, komt er niks. Dus hier is bij mij de test geëindigd. Ja, en toen? We hadden er zo graag een mooi succesverhaal van willen maken. Maar ik denk dat er toch nog wel iets positiefs te melden valt. Want vervolgens kom je dan bij het inloopspreekuur. Misschien kun je even uitleggen hoe dat gaat. Nou, daar stond ik voor ingeschreven en dat was wel prettig. Bastiaan was erbij aanwezig en moet even denken, Martijn volgens mij. Nou ja, we hebben het doorgenomen, de stappen. En ik heb ook even mijn scherm gedeeld, zodat ze het konden zien. Het is gewoon wel meteen duidelijk wat er aan schort. En Bastiaan, die zou contact opnemen met Drimpy. En Iris was op dat moment ook voor een andere test aanwezig. En ja, dat was wel prettig om ook even gewoon met haar mee te kijken. Wat kom je tegen? Wat werkte wel? Wat werkte niet? Ik vond het wel leuk en verhelderend. Als je daarvan houdt, is het... Ja, leuk om daarbij aan te sluiten. Zo zie je nog eens wat. Maar goed, ja, nu is het vervolg. Ik sta voor volgende week weer ingeschreven. Dus dan hoop ik dat er wel wat verder te bespreken is. Ja, oké. Okay, dus op zich, jouw ervaring met inloopspreker zijn positief. En ik hoorde ook de naam van Iris Vastenau even voorbij komen. Iris, onvoorbereid. Kun jij er iets over vertellen hoe jouw ervaringen zijn geweest? Jazeker. Ik heb gekozen voor een PGO wat niet zo bekend is. Ik dacht, laat ik het mezelf lekker makkelijk maken. Dat is self-care. Bij benadering van hun om een account aan te maken, zeiden ze, maar wij gaan een nieuwe layout maken, dus je moet wachten tot augustus. Ik zei, nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Uiteindelijk hebben ze online een account aangemaakt en alles van met mij opengezet. En eigenlijk gelijk bij de eerste test, we hebben het testdossier van Mariette, fantastisch, want je bent gelijk ongelooflijk ziek, hebben we ingelezen. En dat kwam allemaal naar voren. Ik zeg niet dat het allemaal 100% naar voren kwam, maar ik kon heel veel zien. Dat hebben Marloes en ik ook gedeeld samen met Bastiaan en Ruben. En uiteraard zijn er puntjes uitgekomen, maar ja, eigenlijk kwam er heel veel mee. En daar waren we verrast over, dus dat was heel prettig. En alle terugkoppelingen die zijn naar hun teruggegaan. Dus volgende week gaan we hopen dat ze daar al iets in aan hebben gepast. Oké, dus jij bent eigenlijk toch een stukje verder gekomen met self-care dan Marloes bij Drimpy. Zeker, ja. En jij meldt ook iets positiefs, namelijk dat het testdossier dat in ieder geval veel relevante gegevens bevat om mee te testen. Ja, en hem inlezen was echt, dat liep geweldig goed. Dus dat was heel, heel fijn, absoluut. Oké.
Nou, goed, ja. Om te horen. Goed om te horen. Heel even aanvullend, want ik las ook in de chat een ervaring van Wim. Die zegt ook dat hij zelf een PGO heeft aangesloten op Medicom. En daar kwamen eigenlijk alleen maar ICPC-codes beschikbaar. Dus daar heb je dan als patiënt zijn natuurlijk niet zoveel. Dus er zijn, er gebeurt ook wat in het wild, zeg maar. Mm-hmm. En met verschillende ervaringen. Dus dat ook nog even aanvullen uit de chat. Ja, ja, nou, hartstikke fijn. En we weten in ieder geval dat het... het met mij inloopspreekuur klaar staat om daarbij te helpen. Daar gaan Pascal en Bastiaan vast nog iets over vertellen straks. Maar voor nu, Marloes en Iris en de anderen die in de chat hebben bijgedragen, heel erg bedankt. Ik denk dat dit echt behulpzaam gaat zijn voor ons, voor met mij, voor de PGO-leveranciers en uiteindelijk ook voor de praktijk in de regio. Bert, Bart, mag ik nog één oproep dan doen? Ja. De Zambak, die we met z'n allen willen testen, die is best nog wel leeg qua namen. En ik weet niet wie er allemaal in de chat zit, want ik zit op mijn telefoon. Dus ik kan niet. Het is heel moeilijk om alles te zien. Maar ik wil mijn collega projectleiders opvragen. Jongens, ga een beetje ook testen alsjeblieft, want daar hebben we allemaal baat bij. Doe het. Ja. Ja, dankjewel Iris voor dit warme pleidooi, wat ik uiteraard graag ondersteun vanuit Open. En ik denk dat het ook straks in het verhaal van met mij nog wel eventjes aan de orde komt. Dan kan ik wat mij betreft door naar de volgende. En dat is eigenlijk de vraag met mij. Zijn jullie blij? Nou, ik wel. En ik denk Pascal ook wel. Denk ik wel. Hey, nee, super mooi. Je hebt ook Marloes en Iris en wel al gezegd. Zaten we vandaag is het donderdag. Ik weet het, de tijd gaat heel snel. We zaten in de zandbak en of in de praktijk hebben we dus getest. En bij Marloes ging het helaas niet zoals we gedacht hadden. Het ging wel goed de flow, alleen de gegevens kwamen nog niet binnen. Ik heb net nog even contact gehad met Drimpie. En die hebben uitgezocht waar het aan ligt. Dus we gaan nu verder kijken hoe het op wordt gelost. En dat doen we dus middels, daar gebruiken we dus Jira voor. Ik heb wel begrepen voor degenen die al een Jira-uitnodiging hebben gehad, dat het niet altijd even makkelijk is om in te loggen. Dus daar ben ik even aan het kijken van, hey, hoe kunnen we dat proces nou makkelijker laten verlopen? Want dat Jira-stuk, dat gaan we gebruiken om alle bevindingen die er zijn. Dus ik zag net ook dat Wim een bevinding had gedaan met een PGO die hij zelf had getest. En juist dat soort ervaringen die je opdoet, die moeten terugkomen bij die PGO-leverancier. En bij de DevSta en bij het HIS die erachter zit. Het is eigenlijk een hele keten. En iedereen in die keten moet wat aanleveren. En als ergens eentje net iets anders aanlevert, dan loopt die flow niet lekker. Dus dat is ook het pleidooi van Iris. Van, ja, iedereen help of ga meetesten. Want zodoende, als we het samen doen, ja, we gaan heel veel dingen gaan we tegenkomen die niet werken. Zoals bij Iris kwam de medicatiegevers niet binnen. Nou, dat kom je achter alleen om het te doen. Dus dat is interessant. Soms ook heel frustrerend. Zoals Marloes die dan alles gedaan had en dan komt er niks binnen. Ja, dat is balen. Maar dan wordt het, we hopen maar dat het als het wel lukt, dat het dan des te beter voelt als het wel gewoon heel goed gaat. Dus dat is even een reactie op de vragen. Mag even naar de volgende. Nog even kort van wat is nou precies het stappenplan? Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? We hebben eerst een inventarisatie gedaan. De basiskwaliteit op orde, daar zijn we in die zin ook nog steeds hard mee bezig met praktijktesten in de zandbak. Dus alle deelnemende PGO's en de DFSA's. We hebben volgende week woensdag nog een laatste testdag, laatste, in ieder geval nog een testdag staan. Daarmee willen we de DFSA, DFSA DXC testen. En nog het bronsysteem HIX met LSP+. En nog de laatste puntjes van de Tetra. Dan willen we daar op de zandbak. En wat we daarmee eigenlijk testen is om te kijken van nou, komen die gegevens nou goed over? En komen de gegevens over? Dat is op de zandbak. En we weten allemaal als je iets gaat testen, dat je dan in praktijk gaat doen, dat het dan net iets anders is dan dat je had gedaan op de zandbak. Daarom ook die praktijktesten waar we mee ook die inloopspreker hebben. Nou, en daarin zijn we nu eigenlijk mee begonnen. En uiteindelijk als we dus allemaal achter staan van dit PGO komt goed binnen. De ketens die er zijn, die werken. Ja, dat we dan ook verder gaan naar de opschaling en de monitoring. Maar dat is vervolg. Dus dat is even een kort stappenplan. We zijn nu bij 2-3 zitten eigenlijk. Mag die door naar de volgende? Dit is even de update die wij bijhouden met alle PGO's en de DFSA's. Is het blokken, het ook wel het blokkenschema.
In elke zandbaktest proberen we alle combinaties op groen te krijgen. Dus je hebt gele blokjes, nou, dan is er getest. Maar gaat er geen gegevens over de lijn. Als het groen is, dan wil zeggen dat in ieder geval die combinatie goed staat. Dat die op de zandbak werkt. Dat die dan ook in de praktijk getest kan worden. Nou, je hebt een aantal, DXC en HIC staan nog op rood. Nou, omdat die voorheen nog niet mee konden doen. En dan zie je ook nog eigenlijk gewoon witte blokjes. Omdat we die helemaal niet hebben kunnen testen. Nou, daar hopen we volgende week verandering in te maken. En dit schema staat ook op de SharePoint van Open. En daarin heb je ook al een aantal mede-projectleiders die zich hebben ingeschreven daarvoor. Dat is deze, thanks. Mooie overgang. Dus dit zijn eigenlijk de combinaties waarop ingeschreven is. En als je inschrijft, en het is misschien een beetje lastig. Soms dan denk je, waarom kan ik mijn naam niet inschrijven? Nou, dat komt dan dat je in het tabblad die in de SharePoint zit, je eigen naam even moet toevoegen en je contactgegevens. Dat hebben we gedaan om even te controleren. Of het e-mailadres wat we hebben, of die goed is, ja. Dus hier vragen wij eigenlijk aan jullie om te kijken van, hey, heb je een, zeg maar als voorbeeld, heb je een tetra-praktijk en je hebt een goed contact met de praktijkeigenaar of met de huisarts of met de assistent. Nou, en je wil een PGO testen, schrijf dan in voor een combinatie. Zodat we dat uiteindelijk ook in zo'n inloopspreker kunnen gaan testen. Nou, wat ja. Marloes en Iris ook al waarschijnlijk hebben gemerkt, is dat ik ze vooraf even opbel. Vraag van, is het gelukt om een PGO te downloaden? Is het gelukt om je te koppelen? Is het al gelukt om een bevraging te doen? Als het antwoord dan nee is, dan proberen we daar voor die testdag zelf al verandering in te krijgen. Zodat alles goed staat. Zodat we op de testdag zelf zoveel mogelijk kunnen testen. Het testdossier langs kunnen lopen. Zo kwamen we bij Iris achter dat ze heel veel contra-indicaties hadden. Maar geen medicatie overkwamen. Ja, dat zijn de dingen die we met elkaar moeten uitvinden. Noteren in Jira. Laten oplossen door de DVSDA's, de PGO's en door de bondsystemen. En dan moet die aangepast worden. En dan moet het uiteindelijk weer opnieuw worden getest. En dan hopelijk dat we, ik zeg maar, aanstaande woensdag met Iris, dat die medicatiegegevens wel binnenkomen. En dat bij Marloes, dat als ze de bevraging doet, dat dan wel het dossier binnenkomt. Ja, waarschijnlijk dat bij Marloes dan, ik zeg maar, de episodes niet binnenkomen. Ja, dan gaan we weer terug totdat het werkt. Dus dat is een beetje het vervolg. Mag je naar de volgende dia? Dit zijn even het overzicht van de spreekuren. Je ziet al dat het steeds wat voller wordt. Dus dat is mooi. En hierin zit ook nog een... dus hier schrijf in op een inloopspreekuur. Dat zou heel fijn zijn. Dan kunnen we daarbij helpen met met het testen van de combinatie. En dan wacht ik naar de volgende. Nou, dat was me eigenlijk al. Dus als je nou afvraagt van waar staat dit nou allemaal? Dat is bij de op jullie SharePoint van Open. Heb je een kopje. En daarin, ik weet eigenlijk de naam niet even hoe het kopje heet zelf. Ik zal ons zo even in de chat even de link zetten. Dan kunnen we die delen. Daarin kan je dus in de Excel kan je opgeven. En ook opgeven voor de praktijktest. Om er uiteindelijk samen voor te zorgen dat we zoveel mogelijk combinaties beproeven. Super. Ja, zijn allemaal vragen in de chat binnengekomen? Nou, ik moet zeggen dat men elkaar heel goed helpt met het geven van de antwoorden. Dus ik heb nu niks voor jou anders dan dat er ingepland gaat worden volgende week. Dus ik denk na de oproep van Iris dat het helemaal vol gaat stromen. Verwacht ik hoor, eigenlijk. Ja, heel goed. Ja, want we hebben nog heel veel te doen. En het is, wat ik al zei, het is heel tof. Je komt tegen heel veel dingen lopen tegenaan. Dan denk je van, werkt dit niet? Dat is één hoe je kan reageren. Maar je denkt, we kunnen het ook oplossen. En dat is eigenlijk wat we moeten bereiken om te zorgen. Dat één, ik zag al in de chat, die huisarts moet blij zijn. Maar uiteindelijk doet het ook voor de burger, de patiënt, die gewoon goede informatie moet binnenhalen. En er moet ook kloppen wat erin staat. Dus, thanks voor je tijd. En als er nog vragen zijn, dan wel kijken in de chat. Ja, super. Dankjewel, Bastiaan, voor de uitleg en een warme betoog. En dan kunnen wij alweer naar bijna het laatste onderdeel. Er zijn wat communicatiemiddelen bijgekomen voor jullie. En Esther, ik wilde jou vragen om dat toe te lichten. Ga je gang.
Ja, dus vanuit metaregio is het verzoek gekomen om toch wat te ondersteunen in de communicatie richting de praktijken. Omdat vanaf nu zullen er natuurlijk steeds meer patiënten met een PGO gaan werken. Die zullen daar vragen over krijgen en daarmee wellicht naar de praktijk toekomen. Daarvoor hebben wij een flyer ontwikkeld die bedoeld is voor de projectleiders. Die zij kunnen verspreiden onder hun praktijk in de regio, zodat die praktijken zich kunnen voorbereiden op wat er dan gaat gebeuren. Op vragen die patiënten kunnen hebben, waar ze wel op of niet antwoord op zouden moeten hebben, of nou ja, dat soort zaken. Er zijn een aantal onderwerpen die je als praktijk zou moeten kunnen beantwoorden, en sommige denk ik, nou, zou je ook moeten kunnen doorverwijzen naar andere plekken waar specifieke informatie te vinden is. Dus we hebben aan het eind daarvoor ook een pagina opgenomen met allerlei handige linkjes naar de beschikbare informatie. Plus hebben we ruimte opgenomen voor eigen regio-specifieke informatie. Dat is dus een PDF geworden. We gaan deze PDF verspreiden via de update die we deze week gaan rondsturen. Wat we daar ook bij doen is de teksten uit de flyer sturen we apart mee, zodat jullie die kunnen gebruiken voor mailings, nieuwsbrieven, mails, eigen communicatie, manieren van eigen communicatie. Kunnen uitknippen en plakken. En dan mag je naar de volgende pagina, Martijn. Ja, ik heb wat screenshotjes even achter elkaar gezet. Wat ik zeg, ik ga het dus rondsturen in de update, maar het op hoofdlijnen houdt, staat er het volgende in, wat een patiënt zoal kan doen met een PGO. En daarin staat onder elkaar welke gegevens ziet een patiënt straks nou eigenlijk in zijn PGO. Onder andere dus ook dat bijvoorbeeld de werkaantekeningen van de arts er niet in staan, maar wel de episodes, medicatie, dat soort zaken. Ook wat er op termijn mogelijk gaat zijn in de PGO, wat te zien zal zijn. En een heel belangrijk onderdeel is hier een vakje hebben wij in de PDF opgenomen. Dat is invulbaar voor jullie zelf. Eigenlijk regio-specifieke informatie. Jullie kennen de praktijken zelf het beste. Maar ook welke ondersteuning vanuit jullie als projectleider kan de praktijk verwachten. Dat kan je er allemaal in toevoegen. Verder hebben we nog wat achtergrondinformatie opgenomen over online inzage in het algemeen en de komst van PGO's en waar we nu staan met de PGO's. Daarin hebben we ook nog even toegevoegd wat is nou het verschil tussen het portaal en een PGO. Eigenlijk wat meer wat achtergrondinformatie, want lang niet iedereen zal toch helemaal precies weten wat een PGO nou is. Wat ik zei, aan het eind de laatste pagina hebben we linkjes opgenomen, vooral naar pgo.nl, die is sinds deze week live gezet. Dat is een website onder beheer van PGO On Air, de PGO Alliantie. En daar, ja, dat is eigenlijk een verzamelpunt voor allerlei informatie over PGO's. Dus we willen dat ook zoveel mogelijk daar naartoe verwijzen, om niet allerlei dubbele informatie te laten bestaan. Helder. Ja. Perfect, Esther. Even kijken hoor. Ik zie nog een vraag van Iris. Het zou helpen om onze communicatie samen te laten lopen met de landelijke. Wanneer gaan die los? Kan je er iets over vertellen, Esther? Het gaat wat gefaseerd, maar het echt landelijk zal pas in het najaar gaan plaatsvinden vanuit PGO en R. We willen natuurlijk wel dat er toch wel wat, dat de PGO's, dat je er echt wat mee kan, in plaats van dat je er nu al over gaat communiceren op landelijk niveau, terwijl heel veel mensen eigenlijk nog niet echt aan de slag mee kunnen. Dus dat wel richting het najaar zijn. Ja. Waarom dan toch al deze communicatiemiddelen? Omdat dit is dus niet naar de patiënt toe, maar wel om de huisartspraktijken voor te kunnen bereiden, want er leven gewoon vragen en dat is, het is iets nieuws. We moeten er allemaal aan wennen. Dit om toch de praktijken vast voor te kunnen bereiden op de patiënt die straks gaat komen. Helder. En ja. Je zei net, hij wordt verspreid via de update. Dat is morgen, ja, toch? En op via desk. Ja, hij wordt morgen verstuurd, de update. Ja, en op via desk. Oké, nou, fantastisch. Ik zie verder geen vragen, dus dan kunnen we al richting de afronding gaan voor het webinar. En Martijn mag dan de laatste slide. Dat gaat over, wat staat ons te doen? We gaan natuurlijk zomertijd in. Normaal gesproken wordt het dan ook iets rustiger. Ik hoop ook voor ieder dat dat zo is. Maar ja, tegelijkertijd weten we natuurlijk dat er ook echt nog wel wat te doen valt. De focus zal echt liggen de komende maanden op de ZAL en op de PGO-ervaringstesten.
En voor degenen die door de fase 1 van de PGO-ervaringstest zijn gegaan, kunnen we ook al stiekem gaan kijken naar fase 2. En daar zullen we bij een volgend webinar ook aandacht aan geven. Daar hebben we ook ondersteunende materialen voor ontwikkeld, zoals jullie weten. Sowieso dachten wij dat het handig zou zijn om op 8 juli, dat is over 2 weken, een inloopspreekuur te organiseren. Dus daar kunnen jullie gewoon naartoe komen als jullie nog vragen hebben over de ZAL of over de PGO-ervaringstest. En dan kunnen we die gewoon, dus meer een vragenuur. Jullie kunnen daar naartoe komen als jullie vragen of problemen hebben. En wij zullen daar met voldoende mensen zitten om en kennis zitten om die ook te beantwoorden. Verder gaat de werkgroep voor module 5 op 15 juli vindt gewoon plaats. Dat weten de mensen die daaraan aan deelnemen. En willen wij in de zomer geen webinar organiseren, dus in augustus niet, maar zal het eerstvolgende gewone webinar op 16 september plaatsvinden. Ook wij zijn toe aan enige rust, niet al te veel. We gaan niet dicht, maar we hebben wel een beperkte bereikbaarheid. En dat is in de week 30 en 31, eind juli, begin augustus, midden in de zomertijd. We gaan niet dicht, maar we zullen dan wat beperkter bereikbaar zijn, net zoals we dat ook vorig jaar zomer waren. Volg daarvoor ook de updates, daarin zullen we dat precies aangeven wat de bereikbaarheid en de ondersteuning is in die tijd. Nou, ik kijk ondertussen nog even met een schuin oog naar de chat. Anneke, heb jij nog zaken binnen zien komen die we aandacht moeten geven op dit moment? Nou, die heb ik wel beantwoord, maar wel een terechte opmerking van Tina. Die zegt van dat er natuurlijk veel PGO's zijn met verschillende behandelprogramma's. En dat nou de verwachting is dat artsen daar veel vragen over zullen gaan krijgen. Nou, dat is dan inderdaad heel specifiek waar die flyer ook voor bedoeld is. Ook het onderscheid maken van zorginhoudelijke vragen over de inhoud van het dossier. Dat hoort natuurlijk bij uitstek in de praktijk. Maar juist dat soort praktische vragen over PGO's, dat soort dingen, daar kunnen praktijken mooi naar pgo.nl verwijzen. En ja, ik denk dat dat ook de weg te gaan is om daar de informatie over te geven. Okay. Dus ik heb verder geen vragen meer opstaan. Kan ik nog even een vraag stellen aan de deelnemers? Mark Hartenveld hier. Hey Mark, ja, hey Frank. Een tijd geleden hadden wij een discussie met Hink over lidmaatschap van de coöperatie. Die is eigenlijk opgelost. Hè? We hebben besloten dat dat niet hoeft, hè, die verplichting. En het aanmeldingsproces van het DVSTA aanmeldingsproces voor Hink zijn een aantal schermen. En een van die schermen die is redelijk dwingend en vraagt eigenlijk de huisartsen, de praktijkhouders nog steeds om lid te worden. En er is een heel klein knopje onderin waarmee je kan overslaan. En we hebben gemerkt dat er hier en daar dat huisartsen daar niet uitkomen. En dan maar aanvinken, oh, ja, ik weet niet wat dat betekent, ik ga maar door. En op die manier zijn de mensen toch een beetje in de fuik, worden een beetje geduwd in een fuik. Ik wou even weten of daar andere projectleiders ook ervaring mee hebben, last van hebben, kennis van hebben van dit ene scherm. In ieder geval, ik zie al bevestigende antwoorden in de chat van Tina. Ja, Tosca nog niet. Ja, en daarnaast, Mark, is het ook nog zo, als je hem niet hebt getekend, krijg je bij je privacy scherm van Hink, zeg maar op je dashboard, zie je wel een lidmaatschapsovereenkomst staan. Die schijnt in een nieuwe release eruit te gaan, maar nu zie je nog steeds een lidmaatschapsovereenkomst waar je niet getekend hebt. Dus dat is ook een beetje. Ja. Maar die. Misschien goed om te weten dat Hink de pagina gaat aanpassen op jouw verzoek, Mark. En dus belangrijk om vooralsnog te weten dat daar linksonder in die pagina een klein knopje is overslaan. En dat is goed om dat antwoord te geven aan praktijkhouders die daarin vastlopen. Maar heel snel wordt die aangepast. Ja, en wellicht ook ter aanvulling nog is dat we hebben destijds ook met Hink afgesproken van ook huisartsen die eerdere overeenkomsten hebben ondertekend, die kunnen overstappen op de laatste, waarin al die verplichtingen vervallen zijn. Ja. Het lijkt ook een goed idee, en daar zijn we ook met Hink over in gesprek, om dus een soort lijst te maken van alle praktijken van in jouw regio die
wel lid zijn van de coöperatie om even te kunnen checken bij die praktijk of ze dat ook wel echt zo bedoeld hadden en ze eventueel er weer te kunnen laten uitschrijven. Mm-hmm. Moeten ze dan opnieuw de overeenkomst tekenen dan? Dat denk ik wel. Dus ik denk wel als je versie 4 hebt ondertekend en we zijn nu bij versie 7, dat je die dan wel weer opnieuw moet ondertekenen. Maar daar gaan we wel even over in gesprek met Hink, hoe dat zo snel mogelijk, zo soepel mogelijk kan verlopen. Of dat zij zeggen van nou, dan regelen we dat administratief zonder een nieuwe handtekening. Geen idee hoe dat gaat lopen. Maar daar zijn we over met ze in gesprek. Bart, we hebben toch afgesproken dat Hink... met die versie 7, als je 4 al getekend hebt, dan is 7 ook voor jou van toepassing. Ja, dus je hebt sowieso recht op versie 7, maar de vraag is, geldt dat automatisch of moet je daar nog iets voor doen? Ja, volgens mij hadden we afgesproken dat het automatisch was. Maar... Oké, nou, prima. Duik het nog even in. Voor zeker nog even checken. Misschien ook nog even een laatste aanvulling op het communicatiestukje. En de vraag over PGO's. Een van de redenen waarom de PGO-alliantie of PGO On Air dit najaar wat breder gaat communiceren, is ook omdat dan er nieuwe en uitgebreidere PGO-keuzeinformatie beschikbaar is. Er was een PGO-keuzehulp, maar die voldoet eigenlijk niet goed. Die is inmiddels ook offline gehaald, heb ik begrepen. En er komt een nieuwe PGO-keuzehulp waarin je echt ook beter inzicht hebt van wat betekent dan een keuze voor een bepaalde PGO, en wat kan het PGO dan wel en wat kan het PGO niet. Dus dat gaat denk ik helpen in het najaar. En het tweede is ook dat op Zorgkaart Nederland ook te zien is of een huisartspraktijk is aangesloten bij Met Mij. Dus patiënten kunnen daar ook zien of hun huisarts meedoet of niet. Oké, mooi. Dank voor de aanvulling Bart en dank ook voor de opmerking Mark. Angeline moet er al uit en volgens mij zijn we ook klaar. Dus we zijn netjes op tijd klaar en ik wens iedereen een goede lunch of vervolg van hun werk toe. En wellicht over 2 weken bij het inloopspreekuur. Fijne dag allemaal. Fijne dag. Dank je.